Jacques Vriens en ik ben de schrijver van het boek Achtergroepers. Huilen niet. Ik ben al 35 jaar kinderboekenschrijver. Ik heb al heel wat boeken geschreven, moet ik zeggen, maar dit is toch wel een van mijn mooiste boeken. En dat zeg ik niet zomaar omdat er nu een film van gemaakt wordt, maar omdat het boek gebaseerd is op een ware gebeurtenis. Aki uit het verhaal heeft echt bij mij in de klas gezeten toen ik nog meester was. En ik vind het fantastisch dat er nu een film van gemaakt wordt. Daarom ben ik hier en ik mag ook nog een heel klein rolletje spelen. Ik moet Aki bijna omverrijden en dan roep ik wat tegen, dan roept zij wat terug en dat is het. Maar ik denk dat ik wel verder door het leven ga als die vervelende man die Aki omvergereden heeft. Ja. Jongen, kijk toch uit! Ja, dat moet ik roepen. Gaat het lukken? Hou je goed vast. Hé jongen, kijk een beetje uit, ja? Ah, oh, dit is ontzettend leuk om te doen. Ja, ik vind het een beetje raar dat ik Aki, dus de hoofdrolspeelster, bijna ons te boven moet rijden. Maar ja, dat hoort bij mijn rol. Hè? Nee, maar ik vind het heel fijn om gewoon dit mee te maken, want je ervaart het nu ook. Hè? Dat iets zes keer over moet, omdat net één fietser extra in beeld is, of net een geluidje niet goed is. Of dat ik net iets te hard riep, of te zacht, of nee. Maar het is, ja, ik vind het leuk. Ik vind het hartstikke leuk.